Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3 Dolle Waterpret DLC. Eigenlijk is het geen DLC, want een DLC is downloadable content en dit download je niet, dus is het een expansion pack. Weet je ook wat het verschil is? Een DLC staat voor downloadable content en het is niet gedownload, dus dan is het een expansion pack. Expansion pack kan wel een DLC zijn, maar een DLC... Ik ben het kwijt. Ik zeg altijd van die dingen zoals, ja, een duim is wel een vinger, maar niet iedere vinger is een duim, weet je wel. En een expansion pack is altijd een DLC, als je hem downloadt, alleen niet alles wat je... Nee, andersom. Sommige expansion packs zijn geen DLC, maar een DLC is wel altijd een expansion pack. Dat bedoelde ik te zeggen. Was het nou zo moeilijk, Rick? Ja, het was best uitdagend. Dat mag je best weten, kijker. Dus even kijken. Bezoekers in de park 400 gedurende 2 maanden vol. Heb je geen vertrouwen in me? Alsof dat er 400 zijn opeens. Ha, alleen, maar dan gaan ze allemaal weg. Oké, dan. Bob Waterman wil een achtbaan bezoeken met een intensiteit van minstens 5. Laten we daar eens even achteraan gaan. Het is even heel veel geld lenen dan. Er zit allemaal snorhaar in mijn mond. Oké, ik doe hem eruit. We moeten flink veel rente betalen, dus laten we niet al te dure achtbaan bouwen. En ik zal die achtbaan misschien een beetje bij de penis bouwen. In de buurt van de magische roze penis van de vorige aflevering. Die toch wel, ja, een menig kinderhartje betoverd heeft. Een penis die kinderhartjes betovert kan raar overkomen. Oké, deze zijn allemaal redelijk duur, maar de intensiteit ligt wel boven de 5. Ik kan denk ik best gewoon de Big Twister aanschaffen, dan weet je zeker dat het goed komt. Een beetje zekerheid. Kan ik het gewoon over hier overheen bouwen? Dat zou even flink positief tof zijn. Ik zag hier net wel een paar keer het ding blauwe kleuren. Zo van, wauw, je mag hem bouwen. Gefeliciteerd. Ja, hier. Pats. Nou, lekker in de buurt, weet je. Lekker voor Bob Waterman in de buurt. Ik vind alleen de karretjes totaal niet in het thema passen. Dat zijn van die hele... Oeh, karretjes. Dat wil ik niet. Voor mij heb je ook andere karretjes. Ja, dit zijn meer hardline karretjes. Ik heb ook gewoon 2 wagentjes toevoegen. Waarom doet de game dat nooit automatisch? Waarom zou ik maar de helft van het aantal wagentjes kunnen hebben, waardoor de rijen veel langer zijn? Is er een logische reden waarom ik dat zou willen? Game? Nee. Oh, waarom is het dan zo? Hey... Ik vind echt dat Atari mij aan moet nemen. Ik weet wat de fanbase van deze games wil. Geen gezeik, dat willen we. De Big Twister noem ik ook gewoon geen gezeik. Wauw, dat is wat mensen willen. Wat iedereen wil. Weet je wat ik wil? Normaal kunnen typen. Want je zag dat ik het heel raar typte. Oké, dan. Nu is al mijn geld op en heb ik een dikke schuld. Kaping! Net mijn studie! Hahaha! Nu is al mijn geld op en heb ik een dikke schuld. Net als mijn studie. Ja, het is jammer genoeg waar. Ik moest 2000 euro collegegeld betalen. Ik moest 2000... Jij niet kijken. Nee, ik wel. Oké, dan. Eens even kijken. Wat voor leuks gaan we nou bouwen? Een draaiend invertorship? Nee, dat niet. Dacht je dat ik hem echt... Dacht jij? Nou, echt dat ik hem ging... Geinig, man. Geinig. Ik kan ook gewoon een spookhuis bouwen. Kun je doen. Als je daar zin in hebt. Als jij, soms word ik gewoon wakker, denk ik, ja, waarom bouw ik dat eigenlijk niet? En dan denk ik me opeens, oh ja, het staat nergens op. En dan bouw ik het ook niet. Oké, laten we deze attractie even gauw bouwen. Een leuk reuzenrad. Sommige reuzenraden zijn helemaal niet zo reuzen. Maar dan zijn er geen mensen die durven te zeggen van, hé, dit is geen groot reuzenrad. Laten we hem een mini-rad noemen. Dat soort mensen heb ik nodig. Dat zijn mensen die je kan vertrouwen. Die zeggen, het is geen reuzenrad. Maar het lijkt er wel op. Het is een ronddraaiend wiel. Noem ik het een mini-rad. Dat is slim. Of misschien juist niet. Het is niet cool om te zeggen tegen je vrienden, ja, daarna ga ik in het mini-rad. Ja, wat is dat? Het reuzenrad, maar dan kleiner. Ik noem het ook gewoon het mini-rad. Het. En dan doe ik alles in caps lock, behalve het woord mini. Ik moet echt marketing gaan doen, hoor. Het mini-rad, net zoals het reuzenrad. Als je nou een reuze in een supergroot lettertype doet bij je attractie en zo, dan snappen mensen een grapje in je hoofd. Ik weet het ook niet. Over een week komt de VIP. Oh, ik wist niet dat ik naar mijn eigen park ging. Nee. Oké, ondertussen moet ik even wat eten en drinken klaarzetten. Want het geinige is dat er geen eten en drinken te koop is in mijn park momenteel. Boeit me ook helemaal niks. Weet je, verhoor maar lekker. Zie ik eruit als iemand die boeit? Oh nee, wat? Oh, boeit me ook helemaal niks. Wauw. Het is zo. Nou ja, voor de VIP hebben we in ieder geval dit leuke ding klaar. Voor mij wilden wat mensen van de andere objective wilden een waterglijbaan. Met een minimale spanning van 4. Dan ga ik daar zo achteraan. Ik heb wat extra geld nodig. Leen me geld. Wie leent me geld? Rabobank, kom erop met die monies. Even kijken hoe het sowieso met mijn financiën gaat. Maak ik nog een beetje winst? Ja. Deze maand in ieder geval wel. Oké, Bob Waterman is aangekomen. Hey Bob. Zal ik je even zo'n rondleiding geven naar mijn roze penis? Of heb je die al gezien de vorige keer dat je er was? Oké, dan. Nou, daar is Bob. Hij gaat weer naar de kleedkamer. Nee, Bob. Ik weet dat je van zwembaden houdt, bitch. Maar je moet hierin. Je moet even in deze. Dan moet je echt even in geweest zijn. Hier, ga maar 3 keer in. Dankjewel. Gaat nou geen gezeik, wat iedereen wil. Bob Waterman wil ook geen gezeik, dames en heren.
Wat wil je nog meer? Hij heeft ook een tolerantie. Tolerantie van vuilnis laag. Oftewel, even wat extra troep. Eventjes wat extra schoonmakers inhuren. Ik heb er al 2. Ik weet het, dat is best veel. Het is niet heel handig, maar... Ja, weet je, Bob Waterman houdt niet van vuilnis. En ik wil toch eventjes naar de gouden prijs. Misschien krijg ik voor het winnen van zilver nog een of andere medaille of zo, weet ik het. Ik kan ook die achtbaan weer verwijderen. Wat moet ik eigenlijk doen voor goud? Bob Waterman wil een achtbaan bezoeken met een intensiteit van 6. Ik wist dat dit ging gebeuren. Welke intensiteit had deze kutattractie? Gewoon meer dan 6, gelukkig. Voor goud hoef ik dus geen nieuwe attractie te kopen. Ik zat dus te twijfelen, zou ik die van intensiteit van 5,3 halen? Dat is niet slim, want dan moet je dus nog een achtbaan moeten kopen. Ik ben er niet ingetrapt, rollercoaster. Ik ben er niet ingetrapt. Oké, dan. Hier kan er wel een draaier. Ik zie in één keer dat ik een draaier heb vrijgespeeld. Er is geen mechanician dichtbij kattenpoep. Tuurlijk niet. Waarom zou je als mechanic, die 35 euro per maand betaald krijgt, dichtbij kattenpoep gaan zijn? Je lijkt wel gek, man. Zo, daar. Oh, dan heb ik nou een futuristische... Dat is niet de bedoeling. Hey, we zijn hier in de toekomst, Rick. We zijn hier in een woestijnachtig gebied. Dat is heel wat anders. Oké, ik ga even de ingang veranderen. Weet je, de ingang is niet lelijk, maar hij is niet mooi. Zo dan maar. Ik wil hem eigenlijk wel daar hebben staan alsnog. Ja, dankjewel. Zo, leuk rijpadje eraan. Ja, hilarisch. Nou, zo. En dan even naar de grond. Wauw, iedereen. De draaier. De draaier is wel een leuke achtbaan. Het is alleen geen achtbaan. Als het een achtbaan was, was hij super leuk. Maar als gewone attractie is hij echt super stom. Ja, de waarheid. Oké, dan. Nou, ga jij ook maar open. Had ik even wat eten en drinken neerzetten voordat mensen doodgaan. Kotsmachine. Nee, kotsgenerator. Kotsgenerator. Software. Alpha 3.16. Zo, of 3.14. Omdat het getal pi is. Nou ja, niet het complete getal pi. Het is het begin. Nou, dit is een lekkere stukje software. Kotsgenerator software Alpha 3.14. Mooi. Of zal ik het de pre-alpha noemen? Nee, dat is moeite. Oké, dan. Nou, voor de rest. Ik heb best weinig bezoekers in mijn park. Terwijl ik verdien toch beter. Ik stop hier liefde in. Dat is toch weer een stukje liefde. Ik heb best veel attracties gebouwd. Bob is nog steeds niet tevreden over de hygiëne. Terwijl, hoe kunnen mensen op de grond kotsen als ze niet eens eten krijgen? Dat zijn de dingen die ik me afvraag. Hier, een bison hamburgers. Lekker bij het zwembad waar Bob altijd heen gaat om te pesten. Zo, een bison hamburgers. Leuk, hè? En zo, allemaal waar je zin in hebt, joh. En dit kraampje type synchroniseren. Alles even 10 cent duurder maken, omdat ik een frek ben. En zo. Nou. Gelukkig verdien ik zo meteen wat geld met eten en drinken. En van dat geld kan ik dan weer extra mensen inhuren die die zooi opruimen. Want daar ga ik er veel van nodig hebben. Oké, dan. Laat ik het zwembad ook even wat groter maken. Want ja, zwembad is toch altijd een goede manier om veel mensen in je park te hebben. Maar aan de andere kant, mijn schulden afbetalen is ook alweer iets wat je zou kunnen doen. Ik kan ook gewoon nog meer geld lenen. Woe, lang leven de eeuwige schuld. Woe, hier, noem maar 3000 euro, vriend. Dankjewel. Oké, wat voor spanning moest die waterglijbaan hebben? En moet ik daarna nog een waterglijbaan spanning hebben? Nee, dat hoeft niet. Alleen een beoordeling van een park 800. Bijna. Niet gelukt om in hem te maken op de VIP. Te veel troep. Want hij is wel in die attractie geweest. Hij wou in een attractie met een hoge beoordeling, toch? Ja. Ja, de intensiteit was goed, alleen de beoordeling van vuilnis laag. Die we aan het begin van het level trouwens wel hebben gehaald. Vorige aflevering. Nu niet gehaald. Oké, dan. Jammer, Bob. Jammer dat het zo moet tussen ons. Oké, dan. Zwembad uitbreiden. Waterglijbaan. Weer vergeten wat de spanning moet zijn. Intensiteit. Nee, 4. Spanning 4. Oké, dan. Dan gaan we naar de waterglijbanen. Pak je even een H2O slide bol. Met een spanning. Van 4. Oké, dan. Ja, ik doe het liefst gewoon zo eentje. Want dan staan alle, zowel de opwinding als de intensiteit zijn boven de 4. Dan zit het vaak wel goed. Ik heb alleen geen idee hoe dit ding eindigt. Nou, het is best wel duidelijk. Hij eindigt in die bol daar. Ja. Zo dus. Als ik hem nou zo neerzet. Dan eindigt hij ook goed. Alleen dan gaan mensen alsnog dood. Ik bouw hem wel zo. Hier zo, ja. En dan gaan we eerst eventjes een beetje zwembad eronder bouwen. En ervoor zorgen dat mensen niet doodgaan. Dat is prioriteit nummer 1 in Rick's Waterpark. Ik weet niet of mensen nu niet doodgaan. Ik kan het niet zeker weten. Even checken. Gaan mensen nu dood? Vraag van de dag. Vliegen mensen nu tegen dat hekje aan? In principe gaan ze een bad in. Zie je dat, kijker? Ze gaan een bad in. Goed zo. Oké, nou, dat is fijn. Dan moeten we alleen nog even een pad naar beneden bouwen. Anders mag je niet open van die fucking game. Ja, dat mag niet. Oké, ik kan het begrijpen. Van, hé, Rick. Hoe ga je attractie nou open? Als de dingen en niet open. Ja. Punt. Oké, dan. Zo, en een beetje die kant op. Ik hoop alleen dat mensen dus niet doodgaan in mijn attractie. Want ja, ik kan niet nog een claim van de verzekeringen bij hebben. Van, oh Rick, zei er nog van, hé, als je zo doorgaat, dan gaan er slachtoffers vallen. En jij deed zo van, ja, pff, YOLO. Risico van, fuck, moet je maar niet naar mijn zwembad gaan. Wat waar is, alleen niet echt gebruikersvriendelijk, denk ik. Oké, even wat extra van die dingetjes toevoegen. Geen idee waarom, ik snap echt niet hoe dat werkt met die matjes toevoegen. Nou, zo dan maar.
Ik heb echt geen idee wat het aantal wagentjes toevoegt in zo'n park. Maar oké, de attractie is open. Waarschijnlijk is het hokje aangevinkt. Ja, we moeten alleen nog Bob Bitchman tevreden stellen met zijn leven. Wat hij niet is. Ik kan je wel proberen te helpen met je leven, Bob. Maar als je zo'n arrogante klootzak bent, wordt het niks. Ik heb ook trouwens nog 100 euro schuld in onderzoek. Ik heb al vet veel attracties. Laten we dat gewoon even helemaal weghalen. Zo, mooi. Dat is ook weer opgelost. Mooi, mooi, mooi. Misschien hebben mensen nog dorst en weigeren ze uit het zwembad te drinken. Speciaal voor dat... Oh ja. Is gesloten omdat het gevaarlijk is. Nou, weet je, dan verwijder ik hem ook gewoon meteen. Oh, vet veel geld komt vrij. Ik ben rijk. Die baken zijn wel gewoon wat groter. Er gaan ook alweer mensen. Oh, die viel dood. Huh? Hij draagt alleen zijn normale kleren. Dat is grappig. Hij viel en toen... Oh, ik heb mijn normale kleren opeens aan. Nou, dan halen we dit ook meteen weer weg. Doen we dat toch even lekker. Nou, dat was de erg langdurige waterglijbaan. Ik heb in ieder geval het hokje aangevinkt. En dat is het belangrijkste in het rollercoaster tycoon leven. Klinkt misschien hard kijken, maar dat is wel het belangrijkste. Ja. Je moet toch je prioriteiten hebben. Nou, doe ik het zo. En dan bouw ik zo meteen dat bad wel lekker uit of zo. Heb ik zo'n waterglijbaan ding? Die zijn altijd wel grappig. Opblaasbaar schip. Ja, dat is fantastisch. Daar zijn de kindertjes dol op, of niet dan? Nou. Was er net een waterglijbaan? Nee, dat opblaasbare schip staat er al jaren. Opblaasbare sekspop. Willem. Kijk, nu is het meteen een veel betere naam. Opblaasbare sekspop. Willem is een prachtnaam. Voor een zoon. Of een dochter. Maakt niet uit. Hier, nog een Bison hamburgers. Dit is echt een franchise. Net een KFC en een McDonald's. Bison fried hamburgers. En ondertussen even een lekker drinkje erbij. En gewoon een frisdrank. Weet je, frisdrank zit vol met suikers. Ik support obesitas. Zo noem ik de attractie ook gewoon. Obesitas 2014. Als je dit kijkt in 2015. Hé man, alles goed in de toekomst. Dan heb ik nog dingen gemist. Welke loten moet ik kopen voor de trekking van december? Ja, tof. Monteurs kunnen kotsgenerator software Alpha 3.14 met geen mogelijkheid bereiken. Ik geloof er niks van. Ik heb wel monteurs, toch? Nog steeds niet! Voor mij hebben allemaal monteurs ontslag genomen. Het kan haast niet anders. Waarom doen ze dat? Jongens, stop. Maar attracties gaan kapot. Maak ze. Oké, ik geef ze wel een stukje extra opleiding als ik het geld... Oh, ik heb best wel veel geld. Hoe kom ik aan al dat geld, joh? Oh, ik heb die attractie kapot gemaakt. Dat is waar ook. Vandalisme. Hoe kom ik aan al dat geld? Ja, vandalisme toch wel. Oké, nou. Het park is nog steeds redelijk vies, dus ik ga even wat prullenbakken bouwen bij alle kraampjes. Dat is wel zo netjes. Gewoon even wat prullenbakjes, jongens. Kom op, even. Oeh, ik zag een waterkanon. Dat is geen prullenbak, Rick. Het is wel leuk, maar het is geen prullenbak. Nou, daar een beetje zo. Hier is nog een food catering burn. Zo, prullenbakjes. Allemaal prullenbakjes. I want my prullenbak. Ik zag hier de frisdrankautomaat die daar staat. De obesitas 2014. Ja. Die ga ik even synchroniseren. Waar zit die optie? Ja, hier zo. Alles 10 cent duurder maken. Zet ik ook gewoon een frisdrankkraampje daar. Weet je, fuck verschillende producten verkopen. Ik heb gewoon... Neem maar gewoon frisdrank. Verkopen ze ook water trouwens. Sinds wanneer is water een frisdrank? Het is wel fris, maar is het een frisdrank? Huh, hoe werkt dit? Ik wil naar huis. Ik denk zomaar dat Bob niet tevreden gaat zijn. Oh, Bob toch. Bob. Man. Hoe gaat het met de boorling van mijn park eigenlijk? Gaat min 100 voor afval en braaksel. Auw. Als ik die min 100 voor afval en braaksel kan pakken, dan heb ik het level gewonnen zo'n beetje. Dus dat is fijn. Gewoon ervoor zorgen dat er wat minder afval en braaksel is, Rick. Dat is alles, man. Ja, dat kan ik wel. Gewoon een extra vegertje inhuren en shit. Het zwembad doet het nog steeds fantastisch. Wat is de entree? 2 euro of zo? Ja, 2 euro. Oké, dan. Oké, dan. Laat ik gewoon nog even één laatste attractietje bouwen voor deze aflevering. En dan ben ik gewoon de volgende aflevering weer terug. Met nog meer van dit. Je vond het al net aan leuk genoeg om te kijken. Het is zo van, ja, ik ben wel hardcore fan van Rick. Dus daarom kijk ik het. Anders was je lang al weg. Ja, dat vond ik wel lief van je ook. Vooral. Lief, denk ik. Hoe je dat noemt? Lief? Ik weet niet, maar ik respecteer dat wel van je en zo. Dus ja, ik hou van je. Oké, dan. Nou, dit is... Oh, fuck. Zie je dat hekje daar? Is kapot gegaan. Komt allemaal door het kapitalistische beleid. Van de FOMAR. Jullie kennen de FOMAR niet. Dat is zeg maar... Wij hebben in Noord-Holland bijna helemaal geen plussen. Dat is een raar woord, plussen. Plussen hebben wij niet hier. Nee. Dat is een gek concept voor ons boeren. En wij hebben een winkel genaamd de FOMAR. Die zijn alleen bijna alleen maar actief in Noord-Holland. Misschien ook een beetje in Zuid-Holland. Daar durf ik niks over te zeggen. Laten we deze octopus niet gewoon hentai noemen. Zoals ik normaal zou doen. Maar octopus hentai. Toch een beetje die twitch. Die twits. Twist. Twist. Even schouder de uitgang fixen voordat de doden vallen. Weet je, er vallen altijd wel doden, maar... Ik probeer altijd het aantal doden te beperken tot een mooi getal zoals 69. Zo, nou, ook weer gefixt.
Nog interessante meldingen, game. Hondenpoep is gerepareerd. Daar ben ik trots op. Al sinds jaren trots op die hondenpoep. Ja, dat is erg mooi. Erg mooi dat het nog kan vandaag de dag. Kom op, ik wil extra geld. Geef me geld. Nee, echt waar. Doe even geld geven. Kom op, 1000. Bam. Oké dan. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering ben ik terug. Ik? Deze gast? Terug? Ja, yeah, hoe kan dat nou? Nou ja, ik maak al een tijdje YouTube-video's. Niet de eerste. En zo niet de laatste zijn waarschijnlijk. Volgende aflevering ben ik terug. En dan gaan we dus niet uit Koem halen. Ik denk dat we volgende aflevering een park wel kunnen halen. Ik moet alleen nog eventjes iets meer schoonmaken. Dan is Bob ook weer tevreden met zijn kutleven. Daarna moet ik eventjes 600 bezoekers. Heb ik al bijna. Bob Waterman moet gewoon weer in deze achtbaan. En dan opeens boeit het af al niks. Wat? Eerst, oh, vies, ik wil niet. En dan opeens boeit het hem niks meer, oké dan. En de beoordeling Park 800 die ik ook al bijna heb. Wat eigenlijk ook gewoon afval en braaksel remmen is. Het enige wat ik moet doen is dus gewoon al het kots opruimen. En heb ik het level gehaald. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Ik zit de hele tijd te spelen met zo'n pen met allemaal verschillende kleurtjes. Ja, dat vind ik leuk. Dit is een Pokémon pet. Wauw, ik ben een Pokémon trainer. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik je de volgende aflevering weer. Van Rollercoaster Tycoon 3. Dat is 3. Doei!